C1, dat wordt rechtstreeks aan de spoel gesoldeerd. Dat staat niet op de screen. In deze cursus ben ik terechtgekomen, een collega die niet echt in al gevolgd, vorig jaar. Maar ik ben al 50 jaar met elektronica bezig. Hè. De jongensdroom die ik waarmaak. Via andere zendamateurs. Ik was vroeger in de club van Mechelen. En ik heb er ooit eens meegedaan aan een ONL-cursus die ik niet kunnen volbrengen heb. Door een advertentie in het blad Zeilen. Ik ben met mijn vader meegekomen. Uit interesse en nieuwsgierigheid? Wel, ik ben al sedert zeer jong heel geïnteresseerd in alles wat met radio te maken heeft. Het is ooit mijn droom geweest om in de elektronica te gaan. Maar door een stommiteit van op school, eigenlijk, de mensen van PMS hebben mij verboden om elektronica te doen, omdat ik kleurenblind ben. En op een gegeven moment heb ik op het internet gezien dat de vergunning voor de radioamateurs vereenvoudigd werd. Dus was het voor mij een buitenkans eigenlijk. En ook op het internet gezien dat dus de Club van Lier, waar ik nu ben, een cursus organiseert. Dus vandaar dat ik erin gestapt ben en eindelijk aan mijn droom aan het werken ben. Dus aan de hand van het type nummer zou je kunnen gaan opzoeken wat de eigenschappen zijn. Hoeveel dat ding versterkt, voor welke frequentie dat geschikt is. Ik ben naar hier gekomen om mijn vader te verrassen. En ik wou samen met hem eens on-air zijn als radioamateur. En vandaar ben ik begonnen met de basiscursus. Via de sterrenkunde. Ja, de sterrenkunde, dat moet je toch een keer uitleggen. Ik had de cursus gevolgd sterrenkunde. En daar heeft men gesproken over radio. En dan, dan wou ik daar meer informatie over en ben ik hier terechtgekomen. Dat is via een collega, zendamateur van jullie. Uit het Antwerpse weliswaar. Die ook van mij, een collega vrijwilliger, is bij het Tankmuseum. Wij werken er alle twee op de radiosectie. Voor de restauratie van militaire radio's. En wij kunnen die alleen maar gebruiken als we vergunningen hebben. Heb je elektronica ervaring? Een heel klein beetje, heel lang geleden. Nee, eigenlijk niks. Helemaal niet. Ja, voor mij is dat natuurlijk allemaal gemakkelijk, omdat ik er al jaren mee bezig ben. Hè? Ik heb redelijk wat bouwdozen en elektronische spullen gemaakt vroeger. Dat is wel lang geleden, maar ik begin dat nu terug op te pikken. Omdat het mij interesseert en omdat ik nu de tijd heb. Hè. Hoe is het om aan zo'n diverse groep les te geven? Ja, dat is een ervaring gelijk een ander. Het is nu de derde keer zeker dat we het doen. En je leert er ook in bij. Bepaalde dingen die je op een andere manier probeert uit te leggen. En soms, de ene lichting lukt dat beter dan de andere. Maar het wordt zeer goed uitgelegd. Men doet heel hard de moeite om ook de mensen die geen ervaring of die geen kennis hebben van elektriciteit en elektronica toch mee te krijgen. Ik denk dat dat ook dat in grote mate geslaagd is ook. En proficiat voor de mensen die de cursus geven. De cursus volgt het basishandboek, maar geeft veel uitleg over de bijkomende elektronica die er rond hangt, zodanig dat het begrijpbaar wordt voor een leek die erin stapt. Ja, het wordt hier heel duidelijk heel goed uitgelegd en we krijgen ook extra hulp wanneer dat we iets nodig hebben. En wat heb je bijgeleerd vooral? Eigenlijk alles, omdat je het heel goed uitlegt ook. Het gaat een beetje traag, maar dat moet ook voor de beginnelingen. En ik denk dat het heel moeilijk is om voor een gevarieerd publiek les te geven. Maar ik vind de inhoud zeer goed. Ja, Bart. Lukt het? Ja, het is allemaal wel, jongen. Het idee om een eenvoudig radiootje te bouwen tijdens de cursus, wat is jouw idee daarvan? Dat vind ik een fantastisch idee. Het geeft je de mogelijkheid om hetgeen dat we eigenlijk in de laatste lessen gezien hebben, nu eens in de praktijk te zien. En een beetje mee te redeneren wat er werkelijk gebeurt met die spanningen en de stromen in een radiootje, zal ik maar zeggen. Ja, ik studeer dus ingenieur en dit is een meer praktische toepassing. Want die studies zijn al zeer theoretisch, dus vooral berekeningen en schema's. En dit is echt iets maken, iets bouwen. Heel plezant, ik vind het heel leuk om te doen. En het is iets helemaal anders om ook een uitdaging om deze te kunnen realiseren. Ik ben benieuwd of dat marcheert. Het is een heel praktisch, reëel inleven in wat mogen we ervan verwachten. En is het van de eerste keer geluk? Van de eerste keer juist, ja. Uw radiootje werkt dat ook? Dat werkt nu, maar de luidspreker was kapot. Van antenne tot klank, prachtig. Zo te zien, ook op wat er op de website staat, zijn er heel wat mogelijkheden voor de beginners.
En die zullen wel opgepikt worden, denk ik. De contesten misschien toch wel later om ook eens mee te doen. Absoluut. Ik ben ook van plan om in de toekomst mij nog voor de club te engageren. En ook via die weg eigenlijk nog meer en meer te weten te komen van het radioamateurisme. En mij ook te bekwamen in bijvoorbeeld de DX en in de toekomst.